Ja, het was toch wel lastig. Zeker om eigen tempo te rijden. En kokzijden is altijd een van de lastigste wedstrijden om op kop te rijden. Want als je aan de zandstrook komt, is het spoor weg. Dus het is altijd wel een heel lastige wedstrijd. Ik reed twee keer heel goed door het zand. Die eerste ronde, waardoor ik al gelijk een mooie kloof had. En eigenlijk dan een tempo gekozen. En Pim Ronner kwam nog even dichtbij. Dus ik moest wel blijven rijden.